Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dagon Verweer. Vandaag brengen we u weer op de hoogte over alles omtrentje van salonnetjes in en rondom het Weerteland. Wat kan je vandaag verwachten in het programma? We kallen met de Beerste Bolle over het prins treffen van aankomende woonzig. We gaan alvast een beetje vroegkijken naar de vastelovende dinsdag met een nieuwe activiteit, de Harmonicus on Tour. We gaan aandacht besteden aan de seniorenmiddag van de Spookjegers. We hebben de Lambieknoop natuurlijk ook hier in de studio, want 4 februari dan werden de biertjes weer uitgedeeld. En ik heb de prins en de jeugdprinses van vastloonvereniging De Brugwachters hier in de studio. Alle evenementen die dit weekend en de komende dag gewoon plaatsvingen, die werden door Saskia Meulenburg op een reken gezet. En ook deze week muziek in het programma. Vandaag heet de gast LVK-finalist Fiorenza. Vrijdag 5 januari is Kim Huijerjans uitgeroepen als jeugdprinses van vastloonvereniging De Brugwachters. En een dag later was de beurt aan Sander Bus om het dan eindelijk van die daken af te kunnen kaken. Het herde nieuwe prins bij De Brugwachters. Welkom weer in de studio. Dank. Sander, laten we ze hier even beginnen. Hoe lang is het geleden dat ze u gevraagd hebben?
Nou ja, ik vind het ook keisuk altijd om te huren dat ze zeggen, er lopen een paar jongens met een geheim rond met de kermisdag. En inderdaad, een week voor de kermis binnengebeld door Forst Robert van de Breukwachters. Of dat ik Tiet en Zinzoe hebben om dit jaar de prins te kunnen zien van de 4x11 Breukwachters. Ja, dus heeft dat echt gewoon letterlijk zo aangevraagd of hebben ze het nog een klein beetje met een week gedaan? Nou, je hebt me gebeld. Het ging hartstikke gemakkelijk. Maar ze hebben natuurlijk voor de vuur een beetje gepolst en gekeken. En zeggen, zou je dat wat vrucht zien en zou je dat willen? Met het desin en droom van Joren natuurlijk. Dus dat hoeft niet moeilijk. Niet moeilijk te zijn, hoor je niet over na te denken. Nee, dat kan me voorstellen dat je eerder niet uit over na hoeft te denken. Maar je hebt natuurlijk ook nog een partner. Dat heb je natuurlijk wel even moeten bespreken. Ja. Dat vind je ook vast geloven, dat je het overal mijn toe. Dus dat vind je alleen maar geweldig. Ja. En ik heb even voor de Vorm natuurlijk die de Vos moet zeggen. Ja, ik moet dat toe eens even overleggen. Maar ik hoef dat helemaal te overleggen. Ik heb zo'n meisje in mijn stoel niet altijd feest. Dus ook geen probleem. Ja, dus dat is wat dat betreft wel goed. Geweldig. Helemaal goed. Ja, dan ben ik heel benieuwd, Kim, hoe lang dat ook rond de kermis of wordt het iets later dat ze dit gevraagd hebben? Nou, zij mij met de als papa en mam met de kermis gevraagd. Maar ik wist het pas met de wanneer wordt het? Met de herfstvakantie? Rond de herfstvakantie. Ja, ongeveer. Toen zei papa en mama het. Maar het wordt eerst, hij is me gevraagd voor een jeugdraad. En daar word ik al heel blij mee. En toen hebben we besproken. En toen vroegen ze, toen vroeg ik aan de jeugdbegeleiding, is alles al bij elkaar? En toen zei de jeugdbegeleiding, ja, we hebben alles al bij elkaar. Ze maakte eerst nog een grapje, hè, alle kleieren dan al bij elkaar? Ja, natuurlijk hebben we die bij elkaar. Dus, en toen zei ze, ja, we hebben alles al bij elkaar. En toen zoogde de mond al in mijn schoonzakken. En toen geef ze het al op. Maar een paar weken later komen ze weer langs. En toen kwam ik achter dat ik gevraagd werd voor jeugdproces. Ja. En daar word ik heel blij mee. Ja, ik kan me voorstellen dat als hij dan dingen bereikt van, goh, het is mijn droom om dat te mogen gaan doen. En het gebeurt zo niet, dat hij dan echt wel echt enorm baalt. Want dat moet. Dingen gaan, toch? Ja, ik baalde toen wel heel erg. Maar ik word er ook wel blij mee dat het dat ik in de jeugd groot zat. Want er worden dit jaar heel veel kandidaten. En dat, ja, daar ben ik toch een van geworden. En daar ben ik dan heel blij mee. Maar toen Geurde dat alles bij elkaar wordt gegeven, heeft de molen al op. Ja, maar dit is gewoon een extra tractatie wat dat betreft. Ja. Dat zeker. Ja, je moet zoiets geheim houden. Jij zegt het net al, vanavond zo rond vier kermis, dan weer een aantal mensen in vier dat ze prins gaan worden. Ja. Of kastelier of landheer. Maar dat moet je dan stil houden. Wie gooi jij er maar om? Want ja, eerlijk is Alexander. Jij ziet immers dat je niet onbekend is in het Wierterland. Heel veel mensen kennen ook. Wie hoort dat dan toch zo makkelijk stil? Nou ja, het begon al dat de dag dat ik gebeld word, stonden we op punt om met de scouting met uw bovenaf van Bossen om op Lady Weekend weg te gaan. En dat wordt nou een half uur voordat we zoeën vertrekken. Chantal stond nog te koken, eerst nog gauw nog de spullen bij inpakken voor dat weekend. En we haaien een beetje horst, maar snel nog wat eten. En toen kreeg ik dat telefoontje. En dan gooi je met zoveel adrenaline in haar lief, gooi je dat kamp op. En dan moet je het stil hoor. En er zitten allemaal Bossen van de door bij de vereniging. Dus ja, dat wordt wel moeilijk. En we hebben er ook heel veel over kunnen hebben in de Turkse taal en ik. Ja, dat vond ik wel kei fijn. Nou, daar gooi je dat joor in. En dan zijn er weer mensen die neer van de stoel en zeggen, hebben ze gewoon gebeld? Of, moet je niet anders gewoon inlopen? En dat is dan spannend. Ja, dat probeer je een beetje. Komen weer elkaar nog op een mer en tegen, ook met een live uitzending van Wier de Ven. En dat vind je ook leuk om net te vragen van, zeg, wij je dan wat? Hey, al wat namen gehuurd? Ja, spannend. Ja, daar maak je ook een feestje van, dus dat wordt alleen maar leuk. Ja, dat is een leuk spelletje. En Kim, wie heeft zich dat gedaan? Want voor dicht moet het natuurlijk nog net een beetje moeilijker zijn. Ja, mijn juffrouw heet al meteen door, want ik word zo druk. En ik word gewoon als een stuiterbal naar school gegaan. Hè. En de juffrouw heet al meteen door. Gelukkig mijn vriendinnen nog niet. Maar ik word wel heel stiekem wat dingetjes aan het regelen onder de juffrouw en zo. En toen kreeg ik het paar weken er wel door. Maar uit mijn klas zit je ook immers in de jeugdrot en daar haal ik ook al bijna door. Maar dat bleef ook nee zeggen. Dus ik bleef ook steeds nee zeggen. En onder de scouting, want ik zit ook op een scouting. Er zitten heel veel wichter van de die ook heel veel kandidaat zijn. En die bleven me ook maar vragen. En ik werd er helemaal gek van. En Tessa, de adjudant van Sander, dat is mijn leiding. Dus
die bleef ook wel heel stiekem doorvragen. Maar ik ga helemaal niks door. Dus dat vond ik wel eigenlijk in het engste van... Ik word bang dat ik toch iets freestyle. Ja, dat kan, ja, kan ik voorstellen. Ja. Dat is dan niet merkelijk. Maar ook leuk dat je dat linkje dan samen hebt met de scouting even voor het oog. Zo ja. Ook weer iets apart. En wij wisten dat natuurlijk van tevoren zelf ook net. Want je zit ook een beetje aan het kieken van Wim. Zo je dat jeugdkandidaat en kinderzin dat met ons mee dat vast lobbetje gaat veren. En dan denk je van allerlei mensen. En dan nou, haal je ook toevallig een beetje aan elkaar gedacht al. Maar inderdaad, de link dat ben je pas op het moment dat die uitroeping is. Ja, want dan zie je ook echt elkaar voor de eerste keer. Ja, op een bühne. Ik kon ze inderdaad. Eerder kon zich op televisie al en op Facebook kon zich aan mij kieken van Wim met zijn zin. Ja, het moest nog een dag wachten tot ik op de bühne stond. Ja. Ja. Ja, je gooit natuurlijk samen een lang traject in, hè, want er moet een onderscheiding gemaakt worden, een devies. Daar zie je allemaal goed bij geholpen, neem ik aan. Wie heeft zich erover nagedacht? Ik heb mijn orde heb ik dan in de orde van het witte cupje, omdat heel veel mensen noemen me witte. Want ik heb ook witte hoort, daarom noemen me heel veel mensen witte. En dus we hebben er de hele tijd over na aan het denken. En mijn onderscheiding heb ik er dan nog ingesteld. En dat heb ik dan met mijn hobby's gedaan. Want ik zit bij de schutterij, daar kennen heel veel mensen me ook van. En dus... Dan heb ik op mijn onderscheiding stond dat ik in de schutterspecs stond. En daar stond ik dan te scheten. Op een... hoe noem je dat? Moet ik even helpen, weet je dat? Geen gepaard, had je nog wel zeggen, denk ik, niet? Ja, zoiets, ja. En mijn divisie heb ik er ook op gemaakt. En dat is met deze dag geen gepaard, met drie keer bossen van Alaaf. En dan doen we bossen van Alaaf er meteen door, hoor. Want dan hoef ik niet mijn speech nog langer te maken. Dan ben ik er meteen vanaf. En ja. Ja, het is gewoon lekker kort, krachtig. Ja. Ja. Sander, wie heb jij nog gedacht over dat soort dingetjes? Ja, je gooit natuurlijk met adjudant, dan gooi je bij je zitten en je gooit kieken van wat vinden we nu belangrijk. En voor mij wordt het vastlovend. Het is eigenlijk het samenkomen van dat heel jaar. Alle zorg even aan de kant. Genees van het leven. Door een putje beer samen met Kamerui. En gewoon... We wisten gewoon dat het is. Je weet je, dat is vastlovend mens bij de dag. Er is niks zieker dan om samen met de kamerui gewoon te genieten. En daar heb ik van alles over nodig. Dus ik heb mijn hobby's kunnen in de menali doen in de orde. Maar uiteindelijk zagen we, nou, het is dus gewoon, het ging in de vastlovend. Dus in de orde van de vastlovendbus heb ik mezelf erbij gezet. En met als allerbelangrijkste, de vastlovend erop. Ja, nou kijk aan. Ja, het is leuk om het allemaal zo... te weten te komen wie immers de overnodiging is. Want iedereen doet dat ook weer wat dat betreft anders. Ja, wat natuurlijk ook mij speelt dit jaar is dat het een kort seizoen is. Het geldt voor je beiden. Je krijgt ontiegelijk veel te doen. De agenda is dan echt bommetje vol. Wat is nou iets hoe je nog uitkijkt wat er nog gaat komen? Nou ja, uiteindelijk ter vastlopen. Kijk, je hebt een enorme traject vooraf. Dat is enorm veel feest en gezelligheid. Dan heb je de uitroping en dan heb je inderdaad heel veel drukke weken en recepties en gezelligheid. En we hebben het Boren Broeloft hebben we komende week op Bossen. Dat kijk je uit. Maar uiteindelijk ter vastlopen daar. Ja, dat is toch ook hartstikke chic. Dat de chipsbal voor de wichterheid. En dat straks de optocht door de stroten giet. En ja, dan kun je alleen maar groet zijn als je zoiets op Bossen zit gebeuren. Ja, dat geloof ik. Maar dat zal zich ook hebben, Kim, of niet? Ja, ik heb heel veel zin in het chipsbal. Ik heb eigenlijk gewoon overal zin in. Maar het meeste hoe ik zin in heb, is toch de optocht. Want dan mochten we met snoepjes koezen, waar ik nooit mocht van pap. Dus, maar toch is het einde jammer, want dan na de optocht, dan is het alweer afgelopen. En daar verheug ik me dan weer neer op. Maar daar denk ik nog niet aan. Nee, moet je aan denken. En ja, ik heb het meeste zin in de Boerenbroeloft en de chipsbal. Nou. Ja, het geeft gewoon een fantastisch seizoen weer over Ruggenbos. Dat kan bijna niet kapot. Je kunt je altijd wel hartstikke goed kallen, dus dat moet helemaal goed komen. Ik dank je voor de komst naar de studio. En ik kon natuurlijk een hele goede vastlovend wensen. En ja, we treffen elkaar ongetwijfeld ergens. Dat kun je helemaal goed. Gewoon goed. Samen een groot feest van mij. Dat doen we. Goed, dank je wel. Dan is het nu. Op buurtredner Wil Knapen. Wil, fijn dat je er zit. Lot, even bij het beginnen. Wie zie je ooit op het idee gekomen om te zeggen van nou, ik ga buiten? Nou, dat is me eigenlijk aangekant. Ik was 15 jaar. En toen kwam je voorzitter van de buurtvereniging, die kwam bij ons. En toen zei je, we hebben geen geld voor een buurtredner, maar dat kun je ook. Die gaf me drie moppenbukjes van Max de Jeur. En er zit een zoekje wat bijeen voor een bepaald type en dat breng je.
En dan doe je dat op buurtfeest, want wij altijd half vaste was er in Nieuwbeert op straat, was dan het buurtfeest. Ik was 15 jaar, dat weet ik ook heel zeker, want je mocht van 16 jaar af naar het buurtfeest. Dus ik ging mijn buurt door, dan moest ik naar huis. Dat is het begin geweest van de buurt. En zo is dat eigenlijk ja, misschien wel 4, 6 jaar achterin gegaan. Ja, je hebt natuurlijk wel heel veel lol daar, want dan doe je dat natuurlijk absoluut, niet. Absoluut, absoluut. Ik vond dat prachtig om te doen. Ook, van tevoren, wie maak je in het tekst? En ja, ik zeg dat dikker, als hij op een gegeven moment aan het schrijven zit, in het begin laag je dan met, maar als hij een 10, 20 keer gelezen heeft, dan vind je zelfs dat nog niet meer leuk. Ik ben wel heel benieuwd wie dat het vooral toen ging. Wie komen ze toen op er verhaal en aan de grappen? Nou, je moet ook kijken, de humor is ook door de tijd veranderd. Ja. Toen had je echte volkstypes. Dan speelde je een beroep of een sport. En nu maken ze het heel breed. Want dat is natuurlijk een stukje makkelijker. Mm. Kijk, als dat ik een buurt maak over een voetballer of ik gewoon verhoezen, ja, dat is veel breder, is veel meer mogelijk. Of ik gewoon op vakantie of noem maar op, dan is de buurt veel breder. Dus de invalshoek zijn veel groter. Maar als je in een beroep, ja, dan heb je toch de rode draad en dan moet je toch aan blijven hangen. Ja, wieveel jaar heb je echt actief geweest als buurttrainer? 40 jaar heb ik door de provincie getrokken. Ja, ik denk ook dat je, vooral in het begin, want dan moet je natuurlijk helemaal veel leren. Dan ga je heel veel mensen ook hulp vragen. Ja. Maar ik denk dat je evengoed in al die 40 jaar wel elk jaar weer iets er ook van bij hebt geleerd. Van de kant beter zo doen of misschien wel die kant. Nou, ik heb altijd gezegd, die eerste buurt die ik schreef, daar heb ik 3 schriefblokken voor nodig. En voor de 5e, 6e buurt had je nog maar een halve blok nodig, want alles. Alle overbodige teksten schreef je al niet meer op. Dus toen bleef je op aan het breuien en dat ging de hele dag maar door. En hoe? Kijk, de humor zeg ze altijd, ligt je op stroot, maar je kunt van alles kun je terug naar die brengen. Ja. Als je terugkijkt naar Urioren als buurtredner, kun je dan een aantal momenten opnemen waar je van zegt van nou, dat vond ik echt ziek. Dat is iets dat blijft me altijd bij. Nou, wat me altijd bij blijft, dat is het eerste kampioenschap dat je haalt. Ja. Dus, maar dat is een goed moment. Maar sta je bijvoorbeeld goed kijken, je hebt finales meegemaakt, ja. Zo natuurlijk door, maar je stond ook op andere plaatsen op te treden. Is er dan zo'n moment waarvan je zegt met van nou, dat blijft nog wel zeker bij, want het is echt zien om dan ook op zo'n plaats te staan? Nou, het schoonste van mijn hele buurtcarrière, als ik het zo zeg, maar dat is toen dat we 12 dagen op Curaçao zijn geweest. En daar hebben we 4 woorden van je opgetrooien voor een vol theater. Dat was natuurlijk perfect. Ja. En daar hebben we nu nog steeds contacten met. Dat was het hoogtepunt waar ik echt me los van dat het eerste, tweede en het derde kampioenschap ook prachtig. Maar dat wordt gewoon meter. Ja. Ja, want er kun je natuurlijk een keer bij iedereen, als met alles, zoals de Bonte Ovendeur of de artiest is van een vastgelovend band of dergelijke, er kun je momenten zeggen, ik stop ermee. Ja. Wanneer had je dat moment? Nou, eigenlijk na dat laatste kampioenschap, toen heb ik gezegd van nou, wat wil je nu nog meer? En dan natuurlijk, als je kampioen ziet, ja, dan moet je nog een jaar of 5 moet ermee doorgaan. Want de aanvragen zijn zo groot en dat schuift weer 3 jaar ernaar. Dus dat heb ik op een gegeven moment, moet je dus een paar jaar van tevoren moet je zeggen van, dan is het afgelopen. Dus 2011, toen heb ik het gezegd. En dat kwam eigenlijk, op zich het optreden ging helemaal prima. Maar ik s'avonds oppakken en gewoon dat je nog 2, 3 plaatsen moest hebben, ja, dat ging ik zo tegenzetten. Hè, dat. Ik heb zo dik zoveel tegen de schrok gezegd als dat ze nu België dat niet doorging, dan maak ze me gelukkig mee. Wie kijkt je een beetje tegen de vastland van nu aan? Ja? Want is natuurlijk, als je zo met mensen koud dan zijn er niet al die dingetjes veranderd, maar die periode toen en nu, wie kijkt je er tegenaan? Nou, de humor is nu een heel stuk sneller geworden, dat is absoluut zo. En wat vroeger, waar je echt niet over mocht kallen, dat was de kerk en de seks en dat mocht allemaal niet gebeuren. Ja, dat is nog een stuk gemakkelijker geworden en ik denk ook geaccepteerd. Wie kijk je dan, om een beetje ook dit gesprek af te ronden, naar de nieuwe generatie? Nou, daar zit absoluut een let bij. Bij sommigen, ondanks dat we het al vooraf duidelijk maken, wij maken geen teksten. De teksten maak jij zelf en dan spelen we ermee, zodat het totaal een verhaald woordje beeld heeft. Maar het is de generatie van nu, dus ze gewoon op internet gewoon ze alle moppen die in haar type vuur kunnen komen, die gewoon ze pakken. En ik zeg eerst keer, nu schets hem met oet, schrijf nu eens eerst een verhaal en in humor, dat komt je vanzelf in mij. Wel, ik dank je erg voor het tijd. En ik was natuurlijk een hele goede vastloop wensen. Okay, en we zien elkaar nog heel dik. Zeker weten. Goed, dank je wel. Ja,
Ja, je zoekt juist het gesprek wat ik ga met Wilknapen in Wees Nomad. Hoe ik elke week zeg maar met Emerskal die iets gedoneerd op vastgelondsgebied. Wil je nu het heel gesprek terugzien wat ik met Wil heb gehad, dan verwijs ik straks even naar onze Facebookpagina. Rond kwart op eind dan stiegt het heel gesprek door online. Dan het Prinsentreffen. Het is een evenement wat jaarlijks weer terugkomt hier in het Wierteland. Vorig jaar waren het de brugwachters die de organisatie voor hun rekening mochten nemen. Met dit jaar ligt die organisatie bij vastgelondsvereniging De Beste Bolle. En bij mij in de studio Kastielier Danny en Leon Prinsen. Welkom. Goedemiddag. Het Prinsentreffen. Goedemiddag. Komend je woensdag, dan is je ver. Kun je me een beetje vertellen wat we kunnen verwachten dan? Nou, je kunt zo'n hele hoop verwachten in ieder geval. We hebben het regionaal gemaakt, dus we gaan het helemaal uitpakken, groots brengen in ieder geval. Er zijn verenigingen uit Beels, uit Duitsland komt een vereniging, uit Midden-Limburg hebben we een paar verenigingen die komen. Dus ja, het wordt geweldig eigenlijk. En heb je er specifiek voor gekozen of is dat iets wat andere verenigingen ook al een keer gedaan hebben? Nee, volgens mij zijn wij de eerste die dat We zijn de eerste en die contacten zijn al een aantal jaren gelegd door sommige leden van onze vereniging en door de vereniging ook. En dit jaar, omdat ze over de landsgrenzen huurden dat wij die organisatie haaien, wordt hij wie langer meer geïnteresseerd in het feit van goh, wie gaat zoiets in Wiert over de bühne getrokken weer en wat voor 4-6 dat. Die worden dus mij er al voor in om te komen. Ja, dus jij hebt eigenlijk goed met die verenigingen de contacten destijds gehad van goh, als wij ooit die organisatie hebben, dan... Zie je toch ziek zijn als hij erbij zit? Ja, dat niet specifiek, maar gewoon, je hebt gewoon al eerder jaren door intensief contact mee. Ja, wat komt er nou bij zo'n organisatie van zo'n evenement kicken? Oh, dat is een heel goede vraag. Ja, misschien moeten we die door spelen. Daar hebben we live weer een deurtje. Nee, je doet natuurlijk niet zoveel... Nou ja, we doen het in de Poort van Limburg, wat natuurlijk een hele schitterende zaal is, maar... Want hoe komt dit bij de hoek? Ja, ik weet het antwoord natuurlijk, maar... Ja, omdat op stoesbasis, cafézaal De Hoek, door is die ruimte eigenlijk net te klein voor alle verenigingen, plus het feit dat we nu ook nog een aantal verenigingen van Boet het Wierse en de Nieuw Wierse... Maar dan bijvoorbeeld niet nog gedacht om te zeggen van, nou, we zetten daar nog een tent achter, of we gaan bijvoorbeeld tegenover de Paterskerk? Ja, daar hebben we over gedacht, over een tent en dergelijke dingen meer, maar dan moet ik toch een vragen om de portemonnee te trekken, want dan komen we buurlijk met kosten bekijken. Ja. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja goed, wie lang zijn je bezig met te organiseren? Als dat je weet van gewoon nou mogen we het gaan doen, begint je het dan ook gelijk of laat je het dan nog heel even liggen? En... Ja, na de vastelovendje 2017, dan ga je op een gegeven moment dus alles opruimen en weet ik wat, en packs gewassen. Maar dan daarna ga je toch wel eens een eerste keer met een aantal mensen bij elkaar zitten, vorm je een commissie en zoek je het langzaam aan gestalte te geven. Na de vakantie wordt het intensiever, met name de keer dat je bijeenkomt. En dat is nu toch wel wekelijks. En er sommigen, waaronder ik zelf ook en Jack Hendricks, die er dagelijks mee bezig zijn. Ja. Ja. Misschien een goede vraag voor de Kastielier. Wat kunnen de prinsen die allemaal doorheen komen, wat kunnen die gewoon verwachten, Telvendje? Nou, een hele hoop. In ieder geval een hele hoop gezelligheid. We hebben een paar orkestjes. Of, ja, kapellen. Kapellen, om het zo maar even te zeggen. En we hebben optredens van andere artiesten nog allemaal. Wim dus, komt er onder hangen? Volgens mij is dat ook nog allemaal een beetje een verrassing dat er allemaal gaat komen. Want er zijn een paar... Kan men ook niet doorspelen? Nee, dan kun je ook niet doorspelen. Nee, dat geeft je soms. Ja, je moet je proberen natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, oké, maar dus er komen wat kapellen, je wat artiesten staan. Ja, wat kunnen mensen nog meer verwachten? En dansgroepen en natuurlijk de presentatie van alle hoogheden. Dus alle prinsen, of de landheer, de kastielier. Maar ook de prinsen van Boetenaaf, die dus officieel... Van oorsprong niet bij dat Prinsentreff huren, die presenteren we even goed allemaal ook op de bühne. Ja, hoe hij dus die contacten met het gelast in het verleden. Precies. Wie van verenigingen komen er nu ongeveer? Nou, als je naar het Wierse kijkt, dat zijn er 15. En de boete hebben er nog een stuk of 2-3 uit Beils, dus uit Duitsland, uit Trier komen ze. En uit het Midden-Limburgse komen er nog een aantal. Ja, maar je uit de regio weer een afmelding had, want er zijn, als ik me niet vergis, zijn er 16 verenigingen. Ja, dat klopt. Helaas zeggen de Zwieloeren dat ze de mensen niet bij elkaar kregen daarvoor. En ze hebben natuurlijk van oorsprong geen prins of iets dergelijks. En daarom zeggen ze van, dan richten wij ons meer op de jeugd en gaan we naar dat soort activiteiten tegen. Ja, nee, maar goed, dan kun je dan nog alleen maar begrip voor hebben natuurlijk. Ja, zeker, de situatie. Goed, dit is een beetje duidelijk wie van verenigingen dat je verwacht. Kan er gewoon heel vast langs Wiert herkomen? Heel vast langs Wiert is uitgenodigd. Ja, iedereen moet komen. Iedereen is van harte welkom in ieder geval. Dus we hopen er een chique avond van te maken. Wie laat begint het woensdag?
De zaal is om 6:30 open. En dan denk ik dat tussen 6:30, 7:30 verwachten we iedereen door. En om 8:15 is de officiële opening. Dat is de officiële opening. En dan ging je door tot? Ja, tot dat zal ergens op het eind van de avond, dus na 11:00, krijg je het spelmoment met natuurlijk de inzet wie hem de organisatie volgend jaar moet doen. En daarna is het nog een gezellige feestavondje. En dan is iedereen vrederen hoe lang dat ze willen blijven. Ja, maar dat moet denk ik wel een heel schoon overzicht gaan weer. Ik kom even kieken van zich. Heel fijn. Want ik wil geen even zien wat hij ervan gemaakt heeft. Maar het moet zeker gaan lukken. Doei. Ik denk dat iemand goed kunt. Ja, dat denk ik wel. Maar zeven is in ieder geval wonzig. En ik dank je heel erg voor de komst naar de studio. Dank je wel. Ja. Dan gaan we naar de 17-jarige zangeres Fiorenza. Ze heeft al heel wat nummertjes gemaakt. Speelde in een landelijke musical. Won in 2010 het KVL. Vorig jaar won ze zelfs het TVK met Super Tiener Vastelovensbal. En afgelopen vrijdag toen sting ze in de finale van het LVK met het liedje 3 dagen uit de plaat. En OWC in Dogonver weer. Fiorenza. Gezellig bezig, Tom. Gezellig. Ja, afgelopen vrijdag zogen we ons al even op het LVK. Maar laten we even terugkomen, dan misschien nog wat verder terug. Oei. Ja, oei. Wie is er op het idee gekomen dat ze zag van, nou, dat wil ik gewoon doen zingen? Ja, ik was 8 jaar. En toen begon het eigenlijk allemaal van mij bij het Kingerkram Songfestival, het Korenfestival.
En ja, toen ben ik met mijn basisschool even daar metgedaan. En toen is het toch echt een beetje kribbelen om mijn eigen liedje te gaan maken. Op 8-jarige leeftijd heb ik mijn eerste single al op mijn naam staan. Ja, maar als ik kijk, nou 17, ik heb er een stuk of 20, heb ze al zeker gemaakt? Ja, tussen de 20 en 30 zit ik wel, ja. Moet je kijken hoe snel dat gaat. Ik zei het al, ik heb ook in een musical gestaan. Maar ik ben ook wel iemand die actief is op dat vastelovensgebied. Ja. Ze noemen ons Kezen. Vastelovend. Ja, toch wel? Ja, mijn vastelovend, dat ligt in mijn hart. Dat struimt door mijn bloed, dat is alles voor mij. Dat is echt mijn heilig. Ja, ik benoemde het al, TVK gedaan. Dat moet natuurlijk ook echt wel een heel mooie ervaring zijn. Ja, dat is super om dat vorig jaar te mogen winnen met de dansers van Studio Hellebrand. En ja, en dit jaar LVK met de dansers ook erbij. Dat is gewoon geweldig om als TVK-winnaar in die finale van het LVK te staan. Ja, maar nu een kleine delegatie bij dich, want vrienden gaat je nog veel meer. Ja, toen had ik 13 dansers bij mij. En die komen echt altijd met zich met? Als ze het kennen, en ze kennen ook echt, maar meestal gaan ze wel altijd met me met jou. Ja, zoveel mogelijk in ieder geval. Zoveel mogelijk gaan ze met me met jou. Ja. Ja, dan afgelopen vrijdag, dat LVK natuurlijk echt gewoon een ontiegelijk leuk liedje. Vertel eens die ervaring, want ik ben dan 17 en dan stierf ze ertussen toch best wel enorme grote namen. Hè? Ik bedoel, Spreek en Span is niet de minste, een Katje Hens, en Marleen Rutte. Het zijn toch mooie gevestigde namen in het Limburgse land. Ja, klopt, ja. Wie wil ze het? Geweldig om door in die grote finale te mogen staan op 17-jarige leeftijd. En dan doorstroming van TVK naar LVK. Ik ben de jongste die in de finale heeft gestangen. En dat is gewoon super om mee te maken. Ja, dat had je denk ik nooit verwacht. Had. Nee, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik in die finale zou staan. Ja, dan stierf ze op dat podium en dan een gigantisch goed paviljoen met enorm veel mensen. Ja, klopt. Wat gaat er dan doorheen? Ja, als het toch heel spanning of? Ja, het was wel heel spannend, moet ik zeggen. In het begin viel het nog wel met mijn optreden viel het ook met. Maar tegen de punten aan begon het spannend te worden. Maar tijdens het optreden zelf, ja, 6 man zingen die een liedje met, dat is geweldig. Ik kreeg op het podium kippenvel van alles. Ja. Het was gewoon in één woord super. Nou, dat is al heel erg schoon. Die dus natuurlijk heel veel optreden, maar heb zich ook tijd om een klein beetje zelf vastelovend te vieren? Ja, ik vier hier met mijn vastelovend. Met optreden vier ik mijn vastelovend. Dus ik heb al wel tijd voor, maar het liefst is zo nog op de bühne. Ja, ja, dan kan ik ook wel iets bij voorstellen natuurlijk. Ja goed, heb zich nog, want je bent natuurlijk jong, hè, 17. De hele mooie toekomst komt natuurlijk nog aan. Zijn er bepaalde dingen waarvan dat zich is met van nou, dat zich wel nog echt hero met willen maken? Ja, het LVK winnen. Dat ligt me super chic. Want dan heb ik aan KVL, aan TVK en LVK. Ja. Ja, dat is super chic als ze die alle drie mag winnen natuurlijk. Ja. Maar ik heb nog lang te doen, dus dat kan wel. Ja, nee, drum. Maar het is wel heel mooi om te zien dat er nu een mooie nieuwe aanwas ook komt. Ja, klopt. Dat is heel mooi om te zien, want als hij bijvoorbeeld kijkt naar Springlevens, dat is ook een hele jonge, nieuwe komer zeg maar, door bij dat LVK. Dus ja, samen kun je wel weer ook werken. Ja, en Dwayne van Springlevens heeft mijn liedje geschreven, dus het is ook heel leuk dat hij met 2 nummers in die finale sting. Ah ja, Springlevens, dat is nog heel jong en die gunt het ook zeker nog wel eens een keer winnen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar dat moet in ieder geval goed komen. Het liedje was in ieder geval heel erg schoon. Ik vond het ook heel schoon om te zien dat door iedereen hartstikke losging. En ja, dan is het natuurlijk de vraag, geef ze hem doen? Ik gewoon hem ook doen, maar eerst gewoon ik nog een andere doen. Oké, okay, Londen eerst, dan zoeten we af met die LVK-liedje. Ja, oké, okay, goed. Fiorenza. We gaan van links naar rechts. Welkom in de feesttent, loop maar lekker maf. De charme van de zon, maar het dacht gij eraf. Hakkenbeugje springen, de hut gij doet zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd gemold. Naar links! Naar rechts! En nog een keer! Maar niet met alcohol, we zijn niet meer te houden, want we zijn al veel te dol. We zitten te hangen liggen, we zijn van niets getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd verbouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd verbouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die werd verbouwd. Naar links! Naar rechts! En nog een keer! Naar links! Naar
wel een beetje sneller, of niet? Zingen, springen, ja, dan kom dan! Welkom in mijn feestland, nog maar lekker mat. Het is jammer van de zon, maar een bakker kijkt eraf. Hapke, pikken, springen, de heet geen doen ze bond. Allemaal verlicht, een accident die werd vermoord. Ik zie naar ze vullen, maar niet met alcohol. We zien niet meer te houden, want we zien op ons bedoel. Dan zit de hangen liggen, ze zien van niet te groot. Weertrijder Minikus die blozen op Vastelo en deden zich weer no leven ja, in de muziek in de binnenstad. Bij Michi in de studio Henk Koenen. Henk, het begint bijna ritueel te weer dat wij in Dogonve weer met elkaar aan het kallen zijn. Ja, dat is altijd een ander onderwerp, maar ja, we zijn wel eens vaker ja, geweest. Ja. Nou, maar dat is hartstikke fijn. Het Herman Nikus een tour. Leg dus heel even uit, want het is iets noods. Ja, het is iets noods. Je weet allemaal van misschien wel 30 jaar geleden dat al die Hermoniekes door de stad trokken. Toen is dat langzaam door de slag om de merk gegaan. Dat is was het Toen en Bloosfeest. Dat wordt Toen en Bloosfeest. Toen ging het de slag om de merk met Hermoniekes. Dat ging langzaam naar allerlei artiesten toe. En de Hermoniekes werd je minder en minder. Nou, en denk anderhalf jaar terug. Toen hebben twee mensen zich opgepakt en zagen, wilden toch die Hermoniekes weer in de stad hebben. Zo is het langzaam begonnen. En nu hebben we een nieuw evenement georganiseerd. Een tiental Wierter Hermoniekes door mij, twee percussiebands. En dan gaan we wat mee doen op de dinsdagmiddag. Ja, dus je geeft aan, zo'n anderhalf jaar geleden is dat idee ontstangen. Zie je dan vanaf dat moment ook gelijk bezig met allemaal ja, op touw te zetten? Of heb je dan eerst gezegd van dit is het idee en dan moeten we eens een keer voorbij gaan zetten? Ja, je weet weer dat geert. Dat idee ontsteert binnen een borrel natuurlijk. En dan hey, nog eens een keer een borrel samen en nog eens een keer een langzaam groeit zet. En eigenlijk rond de zomervakantie vurig jaar, toen zag het begon doen. Met de rockstickers gewoon kallen tot dat ook in hun programma past. En dan, ja, naar de kermis, dan kost je het wat meer werk. Ja, maar je had je niet, de organisatie is niet in hang van de rockstickers? Nee, de organisatie is in de hang van een apart groepje. En we hebben een groot overleg met de rockstickers. We kallen we dat tot we elkaar niet in de weg zitten. Ja, oké, okay, ja, op die manier. Hey, en wie wil Hermoniekes donder nou met? We zijn nu met nu gezelschappen, twee percussiebands en zeven Hermoniekes. Mm-hmm. We hebben echt gezegd dit jaar Wierter en dan wil volgend jaar wat groter groeien. Dus we hebben nog plaats voor twee of drie muziekgezelschappen. Ja, en als die mensen zich nu willen opgeven, moeten ze dan naar een bepaalde website gaan? Als ze naar Facebook gaan van Hermoniekes on Tour, dan stuurt een fijn e-mailadres, gootgemootje@gmail.com. En dan kun je het helemaal goed. Ja, dan komen ze in contact met me. Dus voor twee jaar er nog sowieso plaats dan? Sowieso. Oké. Okay. En hoe moeten we aan denken? Gewoon die alleen maar door de straat of gewoon zo nog lekker eerst naar binnen toe? Nou, het idee. Hè, vroeger wordt het idee. Ze gewoon allemaal door de straten. Ja, nu is het grote feest op de merk. Dus wij zeggen, als we nu eens naar vijf cafés gaan. Eigenlijk zes cafés. Door zijn we bij elkaar. Komen altijd twee kapellen bij elkaar. Maken er veel tamtam en live muziek. En ja, dat trekt mensen. En dan gaan we naar het café. We beginnen bij de tramhalte. Het Zwaantje gaan we naartoe, Duke Mers, Ooi Merens, Hermené en de Soos. Ja, het zijn gewoon echt vaste haltes, zeg maar. Vaste haltes. En dat is eerder oor, zijn dat twee Hermoniekes. Ja, en die blijven dan ook echt gewoon een bijna een oorhoog door dan? Een oor en dan trekken ze weer met muziek naar een ander café en dan kom je weer een andere Hermoniek komt er bij elkaar. We weten van tevuren de routes niet. Ja. En dat wordt dan bekend gemaakt. Ja. Nou ja, leuk. En zit je dan ook in een soort van iets aan verbonden? Want eerder had je natuurlijk altijd inderdaad met de Tour de Bloosfeest of de Slag om de Meer en zet er wat te winnen veel. Is dat nu ook zo? Er is niks te winnen. Nee. Er zit geen, ook geen strak tijdschema eromheen. Een beetje vrijheid, blijheid zal ik zeggen. Ja. Met ideeën zwaar. We hebben vijf nummers. De eerdere kapel kan. En die spuren we nog. Die gaan we nog op een generale repetitie doen. Om 12 uur 's morgens door een wereldbekende dirigent Tjeu uit Wiert. Die kun je stop bij begeleiden. En rond half 1, kwart voor 1 kun je prins. Die kun je routes trekken. En dan weer bekend welke Hermoniek waar en elkaar getreffen in welk etablissement. Ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval allemaal heel erg ziek. Ik denk ook echt dat het gewoon grandioos gaat worden. Als je zoveel Hermoniekes zijn die door de straat te trekken, die in de caféken stonden. Ja, dat moet één groot feest worden. Dat wordt één groot feest en we hopen op veel volk en eigenlijk ook op jong. Hermoniekes, tot die ogen komen en meedoen, ze van harte welkom. Wat zei je, jonge Hermoniekes die zich bijvoorbeeld al hebben aangemeld? We hebben een hele jonge groep zit erbij, van jongens van 20 jaar. En in verschillende kapellen zitten ook jong mensen, dus
rematch. Ja, ja goed, als mensen inderdaad nog interesse hebben, dan mogen ze zich aanmelden. Dus even op de Facebookpagina kijken van de Hermenikkers een tour. En dan komt jij dan even goed. Ja, Vasteloof en dinsdag, dan ging het gebeuren. Ja. Ik kon nog heel veel plezier bij wensen, maar ik denk dat dat moet lukken. Want iedereen gaat er denk ik gewoon helemaal vol voor. Het gaat een gezellige middag weer. En ik denk zeker dat het leuk is voor het weerte publiek. Ja, voor de Hermenikkers. Dankjewel. Nou, Henk, dankjewel voor de komst naar de studio en een hele goeie Vasteloofentje. Dankjewel. Vasteloofentje samen, mensen. Wat is er allemaal vandaag en de komende dagen allemaal te doen in het Vasteloovendland? Nou, tienen al die evenementen is een klein beetje op een reken te gaan zetten. En dat gebeurt natuurlijk door Saskia Meulen. Saskia, wat is er allemaal te doen dit weekend? Goedemiddag allemaal. Vandaag hebben de Werkerscup van Kienz Moezel de prinsreceptie van prins Frank de Eerste en jeugdprinses Mara de Eerste. Gij zit welkom van 11 uur bij in het buurthuis Moezel aan de Christinelaan. Merge is weer boerenbal in de binnenstad. Vanaf 7:30 werd het nieuwe broedspaar bij het Oldstadhoes in de onecht verbogen. En kun je er nou niet bij zijn, dan kun je het ook gewoon beloesteren op Wiert FM tussen 7 en 10 uur. Dan zie je er toch nog een beetje bij. Zaterdag 3 februari presenteert Kapel Groot Gemootje in Wiert Stiet. Dit is een muzikale rondwandeling langs Wierter Vastelovend Monumenten onder muzikale begeleiding van Kapel Groot Gemootje en met de umbelder als gids. Het is van 2 tot ongeveer 5:30. Ze starten bij Café de Tramhalt. Het kost 11 euro en je kunt je opgeven bij Tjeuk Keijers via de site. Mondag 4 februari is weer de jaarlijkse lambiekavond in het buurthuis Moezel. Je kunt je weer de stomste streek beloesteren en kijken wie hem de stomste streek van dit seizoen heeft begonnen. Het begint om 7 uur en zo dadelijk huurt je Mierhoever in de uitzending. Heb je nou ook iets voor in onze agenda? Dan kun je dat mailen naar dgvw@wiertfm.nl. Dankjewel Saskia voor dit overzicht. En als hij nog wat tijd voor de agenda loopt, is dat zeker weten, want we hebben voor komende week nog een aantal plaatsen vrij. Vasteloonvereniging De Spookjagers, die zet ook dit jaar voor jong en oud natuurlijk weer een schoen vastelovend programma neer. En in Zwerbroek gebeurt dat natuurlijk ook voor de senioren. Het gaat gebeuren komende woensdag 31 januari. Bij mij Annie en Zagen in de studio, welkom. De seniorenmiddag, hoe lang besteedt dat al bij jou? Dat besteedt al 33 jaar. Dat vasteloonsvereniging de ouderen verrast met een middag van de carnaval. Ja, en dat is natuurlijk door de jaren hier echt uitgegroeid tot dingen van meer en meer. Ja, we zijn gestart toen was er ook, ja, dat kan ik eigenlijk beter aan Jaak vroegen, want Jaak was toen al bij de Kastelovendvereniging. Ja, dank u wel. Als ik vooraan mag beginnen, we zijn in 1982 is de Spookjagers zijn toen eigenlijk gestopt, nooit gedwongen. En toen hebben wij met een deel jongens van de voetbalclub van Zwerbroek voor de veteranen hebben toen gezegd van we kunnen de Vasteloovend niet ter ziele laten gaan op Turp. Ze hebben een doorstart gemaakt in 82 en dat waren geen financiële middelen. Toen zijn we een loterij op gaan starten met het toenmalige bestuur en de vereniging. En dat die zo enorm, de hele gemeenschap deed eraan met. En dan moeten we wat terug doen voor de oudere mensen. Nou, wie kun je de oudere mensen beter verrassen als met een lekker etentje en een drankje erbij. En daarom zijn we door. De loterij die draait al 35 jaar. En de diner voor de ouderen dit jaar 33 jaar al wat we aanbieden. Dus ja, ja. Van de spooken hier gezet. Nou, kijk aan. Nou, dat is heel schoon dat het nog steeds in ieder geval wel besteed bij op het dorp. Kun je eens een beetje vertellen, wie lang zijn je nou bezig om zo'n dag te organiseren? Want er kun je stiekem toch even wat heel veel bekijken. Dat doen we samen met de Vasteloovendsvereniging. De Vasteloovendsvereniging die doet dan een etentje de mensen aanbieden. En samen met de oude vereniging regelen we dat zo'n beetje. Ja, want jij hebt natuurlijk ook voor de dag een programma. Er stonden natuurlijk ook wel wat dingen te gebeuren, neem ik aan. Nou, nee, dus zo komen om 2 uur komen de ouderen in de zaal. En dan beginnen ze met de activiteiten die we eerder woensdag hebben. Mm-hmm. Dat is kaarten, koersballen, biljarten. En dat duurt zo tot 4:30. En dan gaan we de zaal in orde maken voor het eten. En dat eten dat werd dan aangeleverd door een cateringbedrijf. Dat is meestal
de slager in Elm, die dat doet. Ja, en door genieten de mensen gewoon van dat ze een heerlijke maaltijd krijgen. Ja, maar jij hebt niet nog op zijn seniorenmiddag, zeg maar, immers hebben bijvoorbeeld, want jij zijn er van je eigen buurt, bijvoorbeeld, die dan in de buurt kunnen doen, of een artiest daar een beetje wat muzikaal doet omliefst. Nee, dat hebben we niet. We hebben wel eens dat, bijvoorbeeld, als dat er een liedje komt in Zwaarbroek, dus de carnavalslager, dat die dat voor de ouderen komen zingen. En nu, afgelopen gistermiddag, toen was er een jong van 8 jaar dingig en daar zat dan een buurt neer. Dat was gewoon geweldig. Ik heb hem meteen gevraagd en gezegd, Ries, wil je bij de ouderen komen? En hij straalde gewoon helemaal en daar komt als verrassing, komt je woensdagmiddag de buurt doen. Ja, maar is dat een bewuste keuze dan die je hebt gemaakt als organisatie, om te zeggen van, nou, we gaan dan niet een bepaalde artiest neerzetten of immers vragen om de buurt te komen doen? Nee, want de mensen vinden het gewoon prettig dat ze hun activiteit kunnen doen, dat kaarten en dat koersballen, dat. Maar andere dingen, ze vinden dat gewoon gezellig, dat ze dan tenor een eten krijgen en verder zijn, vinden ze goed. Ja, het is gewoon een lekker gezellig samenzijn. Ja. Ja, dus woensdagmiddag om 2 uur dan gaat het toch beginnen. Als er nu bijvoorbeeld ook ouderen zijn in Zwaarbroek die misschien wat slechter te bijen zijn, weer die dan op een of andere manier door kunnen brengen? Nee, die mensen brengen het eten aan tafel en die helpen wel met. Ja, dat zijn zeker, want we hebben veel mensen die nu een jaar een ouder zijn. Dus die vinden dat dan toch ook, daarom hebben die ook geen behoefte aan andere dingen. Nee. Dat vinden ze fijn. Maar dat begrijp ik wel. Dus ik kreeg er ook een beetje een beeld van. Maar ik vind het echt heel schoon ook om te zien, maar ook vooral te huren, dat je gewoon in het 33e jaar, dat gewoon nog steeds door zo leeft. En dat mensen er ook heel gruts op zijn. Ja, want wie dat begosten, wie wij dan begosten in een zaal, eerst zaten ze met de oude vereniging in de cafés in Zwaarbroek. Dus waar je toen nog 3 cafés. En dat ging iedere woensdag dan van het eindcafé naar de anger dus. En toen zijn we in de zaal gekomen. We hebben dan een nieuwe zaal gekregen. En toen is het ledenaantal is toen geweldig gegroeid. Wie we toen begosten. Toen hadden we 26 leden en nu hebben we er 70. Ja, mooi kijken. Ja, dus het zie je alleen maar schoon zin als dat zo aan kan houden, dat het misschien zelfs nog een beetje kan groeien. Ja. Dat denk ik wel. Want vroeger was het gewoon, het was een jaarlijks feestdag voor de ouderen. Want we hebben hoe het metgemaakt, die worden 1 keer per jaar, worden die uit die bordje te vallen op. Want het hapje en het drankje was allemaal gratis aangeboden door de spookjegers. Ja. Dus die genoten er echt van, die mensen. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mensen bij je in de deur zijn, dan vooral uit de ooier die er dan toe komen, die motten er toch elk jaar weer naar uitkijken. Ja. Ja, dat doen ze ook. Ja. Dat doen ze ook. En daar komen ze ook massaal. Er zijn aan het stondje woensdag zeker 60 mensen die komen eten. Nou, dat is voor Zwaarbroek toch een heel een groot aantal. Ja. Ja. Nou, ik vind het echt heel schoon om te huren dat zo leeft in ieder geval ook onder die oren. Want vastgelopen is gewoon voor jong en oud. Ja. Dus dat vind ik heel schoon dat je dat doet. En ik hoop ook echt dat je dat nog heel veel jaren om ook doen. Dat zien we echt fantastisch in. Ja, dat denk ik wel. Dat zal gaan lukken, joh. Ja. Jawel. Ja. Nou, ik ga nog woensdag heel veel plezier wensen. En natuurlijk een hele goede vastelavondje. Dank je wel. Ja, zo sturen ze dan natuurlijk bij Saskia. Op maandag 4 februari dan organiseert de Lambieknoop voor de 39e keer de Groete Lambiekovens. Net wie ieder jaar weer dan de gouden, de zilveren en de bronzen Lambiek uitgedeeld aan de 3 stomste streek uit het Wiertenland. Bij mij in de studio Ilona Roel. Welkom. Ja, we zorgen elkaar een paar oor geleden eigenlijk ook nog. Het was niet zo lang geleden, het vijf getroffen, dat klopt. We dachten vanochtend van wie zuren vandaag stond, maar dat gaat allemaal redelijk goed. Zo is het wel halen om even nog op te komen, ja. Het was holste gelovig. Ja, inderdaad. Hey, maandag, dan is weer zoiets. Ja, dan begint je onze lambiekoventje, de 39e. Dus we hebben er veel zin in. Ja, wieveel aanmeldingen met stomstrik heb je dit jaar gehad? Ik geloof dat rond de 40 loog dit jaar. En we hebben dat zelf teruggebracht met ons eigen schoonclubje naar de laatste 11. En die waren op maandag op 4 februari gepresenteerd in het buurthuis op Moezel. Ja, want wie gooi je op zo'n moment eigenlijk te werk? Je kies je aanmeldingen en dan, je plant je dan alleen over ergens en dan gooi je echt alles gewoon tot in detail doornemen? Ja, die aanmeldingen komen natuurlijk niet allemaal tegelijk binnen. Dus eigenlijk op het moment dat we iets binnenkrijgen, dan werd je in de vergadering wel even verteld van er is wel wat binnengekomen.
En op een gegeven moment als we dan ja, eigenlijk zoiets hebben van nou, dit is wel, nu stoppen we, stop je het voor nu, dit is het voor dit jaar. Dan gaan we ze allemaal voorlezen en dan ja, werd er binnen de vereniging, zeg maar, of binnen de stichting opgestumpt. Wat weer dan binnen de stichting de, ja, de leukste 11 verhulkes vingen, stomstreek vingen. En deze gewoon door naar Lambiekoven. Ja, en wie kregen die mensen dat te weten? Je benadert jezelf, denk ik? We benaderen ze uiteindelijk zelf. Je werd opgegeven door, nou, door een kameraad of door een buurman. We verifiëren altijd of de verhulkes echt kloppen. Dus we bellen eerder en over, is dat echt gebeurd het afgelopen jaar? En als dat zo is, zou je ook een meewerking willen verlieren aan ons Lambiek gebeuren? Want niet iedereen vindt het fijn om door in het zonnetje gezet. Nee, we hebben even door in het middelpunt gestaan. Nee, maar niet iedereen een hultje van, maar we zetten nemers voor gek. We doen dat altijd met vol respect. Dat hebben ze zelf al gedaan. Dat is eigenlijk zeker zo, dat is zeker zo. Dus we verifiëren de verhulkes en we vragen of ze erbij willen zijn. En we hebben ze, geloof ik, een week of 2 of 3 geleden bij de Hermenee op een zondagmiddag blij gemaakt van jij huurt bij de les de 11. En wat ze dan hebben gedaan, daarvoor moet je echt naar het buurt toe komen. Ja, ja, maar Kees, een heel klein, ja, heel leuk vuur, misschien een heel korte quote. Het nummer worden dat mensen misschien nog getriggerd kunnen worden met van hey, de morgen 4 februari motten verder hergen, want daar wil ik juist meer van weten. Ja, we konden natuurlijk niks verklappen over de verhulkes, maar wat ik zelf altijd heel chic vind aan de Lambiekoven is dat het ja, dat is iets unieks voor Wiert en het is knouwel en het is in Stromstreek en het is gezellig en mensen treffen elkaar weer en je kunt ja, lachen eigenlijk in de ovens. Dus ja, daarom vind ik eigenlijk dat iedereen zou moeten komen. Ja, want wat zit er nu nog op de ovens verder nog te gebeuren? Is het alleen puur dat je al die verhulkes vertelt, Jan, en dat het dan bekend wordt of hij nog een andere omlies? We hebben er wel voor gekozen dit jaar om de verhulkes iets centraler te zetten. Omdat het toch is voordat het om het rijtje op de Lambiekovens. Die 11 verhalen die werden goed uitgelegd. Witter reken we de Jan van der Kroon Ieren medaille uit. Dat doen we eerder jaar voor immers die zich het ingezette op cultureel of maatschappelijk vlak hier binnen het Wierterland. Dit jaar reken we de Uden Peter Korte. Dat is al bekend dat Peter die mocht krijgen. Witter geloofig dat we een leuke buurt hebben. We hebben als vaste hoeskapel Klinkloor die daar zijn voor de muzikale omlisting. Dus dat wordt een volle en een hele kuitige avond. Ja, iets anders hoe ik nog even met ik over wil hebben. Je hebt onlangs ook een oproep gedaan. Ja. Ilona, vertel eens. We hebben een vacature binnen de knoop. Wij zijn eigenlijk normaal bij de knoop mooi gevraagd werden om bij de knoop te mogen komen. En we hebben eigenlijk dit jaar hebben bedacht, nou, laten we eens wat angst doen, laten we eens wat lolliger doen. Laten we een soort wildcard gewoon uitschrijven dat mensen die zoiets hebben van, nou, ik zou eigenlijk wel heel graag bij de knoop willen komen, die kunnen dan zich inschrijven bij ons. Bij zucht is mutschap. Ja, dat weet ik niet. Ik ga best aan de dikke kop. Hè. Zie je het? Ja, dan ben ik goed afgevallen. Stier de gwaal, ja. Of echt wat aangekomen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Vul zich vreer op, Maar hij al mensen gehad die zich ook hebben aangemeld? Och, zoveel. Ja. Dat is niet aan te slepen. Bussen vol, hè, die bij de Lambiek willen komen. We hebben aanmeldingen. Maar we de aanmeldingsprocedure die loopt tot de 5e nog, tot op onze Lambiekovens. Ja. Dus tot 5 februari kunnen de mensen zich echt melden. Even bij ons op Facebook kijken, werd je weer doorverwezen naar een heel hippe vacaturesite. En daar kun je niet kenbaar maken. Ja. En we hebben er al, en er zitten al een paar heel gooie en geschikte kandidaten tussen. Ja. Maar hier is beter. Zie je op zich echt naar 1 of mogen er toch of meerdere? Wat is de insteek erachter? Nou, de insteek is in ieder geval 1, maar ja, weer een beetje weer in het termier, dat zal ook een beetje liggen aan wat dat we binnen gaan krijgen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je misschien nog 1 of 2 pakt. En dan denk je met van, die waren eigenlijk ook wel heel geschikt. Dat is ook zo. Normaal hield dat op vuurdracht. Maar wij willen niet zo'n eliteclub gezien. We zijn er alleen maar voor gevraagd. Dus daarom moet je zich nu ook zelf een keer melden. Ja. En dan kijken we wel weer om de blijft plekken. Nou, ik hoop dat je ook mede door dit nog misschien een aantal extra aanmeldingen krijgt. Dat is fijn, zin. En dat is chic zijn als er weer wat nieuwe gezichten door komen rondlopen. Ja, zeker. Heel goed. Ja, morgen 4 februari. Wie laat begin je het? Ik denk een hoofdwagen of zo geluid. Of 11 op 8, maar sta je rondom 5 taal zit en zijn altijd op tijd. Ja, ik met nemen voor de duur. Dat is prima, ja. Ik gewoon nog heel veel plezier wensen. Dankjewel, Rob. Ja, misschien zijn we toch even, als het lukt, dan wil ik zeker even langskomen. Goed zo, super. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van De Gonverweer. Wil je de uitzending nog eens terugkijken? Dat kan natuurlijk. Verhalen deze uitzending op zondag in Ovenium 8 door en ook op maandag Ovenium 8 door wordt deze uitzending herhaald. Volgende week dan kalven we met een jurylid van de optocht in Nieuwiert.
We gaan het hebben over de Vorstenwissel bij Vasteloonvereniging De Brugwachters. We hebben de organisatie van OBS Molen Akkeree, want die hebben namelijk hun eigen optocht. En de prins van de Bengelse Zee. En volgende week ook muziek in de studio, muziek van Dijn Danger. Heb je nog nieuws of activiteiten die je heel graag ter aandacht wil brengen in de Gonverweer? Lood je dat even weer te via dgvw@weertfm.nl. Je kunt dus natuurlijk ook volgen op Facebook. facebook.com/dogonverweer. Als je dat al volgt, heb je gezien dat er gisteren een hele hoop filmpjes op zijn gekomen. Met interviews met allemaal prinsen die hier afgelopen woensdag waren. Heel goed bekeken al, door alvast enorm onze dank voor. En blijf ze ook allemaal zeker in de gaten houden, want daar gaat zeker nog veel meer op gepost worden. Ik wil je bedanken vandaag voor het kijken. Heel graag tot volgende week. En ja, vergonder u met het liedje wat dit jaar dus in de finale stond van het LVK van Fiorenza. 3 dagen uit de plaat. Tot volgende week. Van s'nachts vroeg tot s'avonds laat. Gewoon weer op pad. Sleep maar aan dat wat. Van ongekend formaat dat vastelovend maakt. Van s'nachts spring tot s'avonds laat. Kom weer op waar je maar aan dat vaart. De feest van ongekend formaat. Op het slaat, tot weer op maar, je maar aan de vaart. Het feest van